Afvallen is niet altijd even makkelijk. Veel mensen proberen een streng dieet te volgen. Hongergevoel is hier vaak een gevolg van. Het is de kunst om afvallen lekker en makkelijk te maken. Dit kan met een koolhydraatarm dieet, waarbij je ook nog plezier hebt in je afvalproces. Niels Bosman van Makkelijk Afvallen vertelt ons hier meer over. Het geheim achter succesvol afvallen is dat je jezelf niet suf gaat sporten, dat je ook geen honger gaat lijden. Het geheim is eigenlijk dat je een succesvol koolhydraatarm dieet gaat volgen, waarbij je let op het aantal vetten wat je binnenkrijgt, ook het voornamelijk het aantal slechte koolhydraten verminderen en natuurlijk voldoende eiwitten eten. Je mag gewoon 6 keer per dag eten en dat is geen streng dieet en gewoon makkelijk afvallen dus. Er is al 7 jaar lang onderzoek gedaan door een team van voedingsdeskundigen en koks. Die zijn ook bij elkaar gaan zitten en die zijn gaan ontdekken, oké, wat zijn nou de beste vetten die we kunnen gebruiken? Wat zijn nou de beste koolhydraten die we kunnen gebruiken? Nou, het resultaat is dat ze na 7 jaar lang dat ze echt hele goede weekmenu's hebben ontwikkeld die gewoon heel lekker zijn en heel goed werken. Nou, de resultaten van een koolhydraatarm dieet zijn per persoon verschillend, maar gemiddeld vallen mensen zo'n 2 kilo per week af. De een wat meer, de ander wat minder. Maar in ieder geval is heel duidelijk dat je veel meer energie gaat ervaren, een jongere huid krijgt. En het belangrijkste is dat je veel beter in je vel gaat zitten. En bijkomend voordeel is dat je ook je vetverbranding zult activeren. En daardoor zul je vet verbranden op je buik, je benen en je billen. Detox is belangrijk omdat toxische stoffen zich ophopen in je vetcellen. Nou, die wil je eruit krijgen, zodat je ook kunt afvallen. En met name met een koolhydraatarm dieet kun je dus weer snel en makkelijk gaan afvallen. De eerste stap om succesvol af te vallen is om het jezelf niet te moeilijk te maken.